Ik heb nu een podcast en dat is een van de dames in Lef 5-3 komt mij toe en zegt, ik ga een verhaal schrijven over dat ik vreemd ging. Mijn man kwam erachter, want hij zag het met telefoon en ze heeft een hele hoge positie in een grote corporatie. En dan is het heel boeiend, hè? De podcast is het best beluisterde podcast, omdat seks sells. Welkom bij Salesbazen, de podcast over sales en salesmanagement. In 2020 begonnen we met het opnemen van gesprekken met onze klanten en relaties. Tegenwoordig interviewen we mensen uit de top van de commerciële wereld in Nederland. Er ontstaat een community van salesprofessionals die elkaar helpen om beter te worden in dit fantastische vak. We interviewen wekelijks nieuwe gasten, zodat ook jij elke week een stukje dichter bij de waarheid komt. Ken jij een salesbaas of ben je er zelf een? Stuur dan een e-mail naar redactie@salesbazen.com. Mijn naam is Jozef Stevens. Hou je handen aan het stuur en geniet van ruim 30 minuten aan kennis en kunde van de mensen die deze podcast mogelijk maken. Salesbazen. Tegenover mij zit een... in mijn ogen de oermoeder van alle sterke vrouwen. Ze is de auteur van Sales is Sexy en 12 andere managementboeken. Haar werk begeeft zich op het snijvlak van business en empowerment van vrouwen. En je weet het al, dan kun je mij wegdragen. We hebben het over de aantrekkelijkheid van het salesvak, het belang van een positieve mindset en over haar nieuwe boek, Lef 5-3 alweer. Ze is een veelgevraagd spreker op internationale congressen, maar vandaag zit ze bij mij in de studio van Salesbazen. Dus ga er maar goed voor zitten, want hier is de altijd goed gemutste Lucinda Douglas. Ik mag jou als persoon, en dat is eigenlijk als het om geheimen gaat, is het dat persoonlijke verbinding wat je voelt en ervaart met elkaar. En de trustworthiness, weet je. Je zei het zo mooi, know, like, trust. Ja. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus ik heb geen grote geheim. Soms is het een kwestie van overgeven. In feite is dat het, hè? Is dat het? Want veel mensen die bereiden een verkoopgesprek voor. Ja. Die hebben een doelstelling, een agenda, een product, de USP's. Alles wat ze leren op school. Ja. Maar uiteindelijk, als je de deur open doet en je kijkt je nieuwe contactpersoon in de ogen, dan moet je even een moment hebben waarin je jezelf blootgeeft. Een moment, volgens mij, als je dat niet volledig doet, mis je de mooiste van het gesprek. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Hoe werkt dat in de praktijk? Ja, weet je, voor mij is het belangrijk om mezelf al dienend op te stellen. Ik ben een dienend mens, dat is mijn liefdestaal, weet je wel. Ik wil altijd dat mensen het gevoel hebben van de wauw, oh wauw. En de wauw is niet, kijk mij eens wat ik verkoop. De wauw is, ik geef ruimte voor jouw persoon, omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in jou. Ja. En ik ontmoet natuurlijk wel veel mensen aan wie ik iets wil verkopen. Het zijn niet de grote verkopen, maar het is hoe kom je binnen en hoe creëer je dus een relatie. En voor mij is het undisputable. Voor mij is het heel belangrijk om een soort vriendschap te sluiten. Een oprechte vriendschap. En dat te onderhouden. En weet je, dan merk ik ook wel, dank aan alles. Dus ik heb niet, als je zegt van geef me concreet een voorbeeld, man, misschien komt er straks wel dat ik het kan verzinnen. Ja. Maar voor mij is het een way of life. Het is niet een ding. Het is niet dienen, een one-off ding. Dienen, overgeven, dat is best indrukwekkend. Om dat aan zelf te verbinden. Ik denk dat als je het hebt over de USP's, dan gaat het natuurlijk niet om het product, het gaat om jezelf. En hoe je jezelf inzet als middel. Ja. In het doel. Maar dat je ook dat wauwgevoel... Dat wauwgevoel is voor iedereen anders. En misschien ga je een beetje over de top in de wauw. Maar ik weet niet beter dan dat ik mensen meeneem in mijn wereld. Ja. Met een hoop plezier. Ja. Dat ze denken, maar dat wil ik ook. Ja, weet je? Dat vertelde je in dit intro. Dat je in Amerika ook een leuk voorbeeld daarvan meemaakte. dat iemand dat ook aan jou uitsprak. Hoe ging dat eigenlijk? Het is fantastisch, want er zijn zoveel mensen die uitgekeken zijn op, vooral vrouwen in de States, op de manier waarop dat gaat. Het gaat altijd van de American Dream. Nou, de American Dream is maar weggelegd voor 1%, nog niet eens, weet je wel. Dus je moet wel met meer echtheid komen. En dat echtheid, dat moet je echt ontdekken en ontwikkelen. En
ja, zo'n vrouw verdient dan, of ze is een flipt woningen, weet je wel. Ja, ja, die herstellen woningen, die maken het mooi en dan verkopen ze direct. Ja. Een beetje flippen. Ja, mooi. En dan verdienen ze per jaar $3 miljoen ermee. En dat is mediocre, listen, dat is mediocre. En dan zegt ze tegen mij, but you know, you have something I miss what you've got. En ik dacht, de eerste keer dacht ik, wacht, hier ben ik een beetje stil van. Ja. Maar het gaat dus niet om, het gaat om een mindset. Het gaat om een innovatie, een manier van denken. Ja. En ja, dat zijn dan hele mooie gesprekken. Want het gaat niet meer om wat kost je per uur. Het gaat erom, you are going to bring me so much value. I need to talk with you. I need to talk to you. Ja. Dus het is niet, wat ga jij mij vertellen? Nee, als ik in jouw bijzijn ben en wij praten, dan ontstaat er een nieuw denken voor mij. Ja. Ja, dat is waanzinnig. En dat missen wij hier. Ja. En dat in de States zijn ze er hongerig voor, weet je wel. Ja. Nou, je legt het heel mooi uit. Jouw klant zei, jij hebt iets wat ik niet heb. Ja. En toen jij zei van, nou, het gaat erom dat je jezelf verkoopt, dan dacht ik, ja, geldt dat ook als je Mars en Snickers verkoopt? Of als je technische oplossingen verkoopt? En eigenlijk is het hetzelfde, ja. Ja. Omdat als dat niet zo was, dan zou je die producten online kunnen bestellen zonder tussenpersoon. Klopt. Met andere woorden, een koper verwacht van jou dat jij als persoon hem helpt. Ja. Of haar helpt. Mm-hmm. Om de juiste beslissingen te nemen. Dus het gaat niet om het product. Nee. Maar het gaat om het begeleiden van een klant naar een juiste beslissing. En dat gaat altijd om jou. Wat breng jij on the table of to the table? Ja, precies. En ik begin ook Engels te praten. Ik zeg, doe je ding. Wat je niet kan laten, moet je vooral doen. En ik ga wel met je mee. Ik vind het helemaal mooi. Vooral doorgaan. Dat hoor ik zelf niet zo, hè. Nou ja, het heeft natuurlijk wel te maken met, en dat valt me dan keer op keer weer op, dat hulpsyndroom. Soms moet ik vrouwen daarmee aan toespreken van, ik help je eigenlijk niet, hè. Ik vind het woord altijd zo ingewikkeld. Als je zegt van je helpt de ander om te... Ik heb geen hulpsyndroom. Ja. Maar wat ik wel heb is... Kijk, op het moment dat ik dat je mij niet kent... en je zou iets van mij kopen op prijs. Ja. Want als je mij niet kent, dan koop je vaak op prijs. Want dan kan ik je vergelijken met andere mensen die ik ook niet ken. Ja. En dat is voor mij no-go. Ik heb altijd gezegd... Als je me inhuurt, dan wil ik ingehuurd worden door de mensen die mij kennen. Ja. Daar doe ik veel moeite voor om mensen te leren kennen of mensen de ruimte te geven om mij te kennen. Ja. Maar als je me niet kent, huur me alsjeblieft niet in. Ja. Want dan gaat het over prijs en ik wil het over waarde gaat, over mij als persoon, wat ik kan brengen. Ja. En daarom is het belangrijk voor mij om mezelf heel zichtbaar te maken, zodat je mij leert kennen en dat je mijn waarde kan ontdekken. Jij bent gespecialiseerd in vrouwen zichtbaar maken. En nu maak ik een hele... Hele slechte brug. Een slechte brug. Maar ik wil toch naar dat project van jou. Dat heet Lefwijf. Yes. En ik heb Kim geïnterviewd. En ik heb haar gezegd. Je bent vanaf nu officieel Lefwijf. En dat voelde een beetje vies toen ik dat insprak in de microfoon. Want het is ook wel een beetje ordinair, hè, dat woord. Maar wat ik mooi vind aan jouw project. Is dat je mensen in hun kracht kan zetten. Ik denk dat ik dat nog het meest kan waarderen. Maar vertel zelf in je eigen woorden, wat is Lefwijf? Een state of mind. Het is een eretitel. En ik heb, je moet je voorstellen, ik heb heel veel vrouwen die mij opbellen. En soms zijn ze directeuren van grote organisaties. En dan zeggen ze, oh, ik wil zo graag meedoen met Lefwijf, maar ik kan het niet. Niet vanuit mijn organisatie, want dan hebben ze een ander beeld van mij. En vanuit mezelf ook niet, want ik weet niet of ik zo'n lefwijf ben. Dus dat woord is al beladen, zeg maar. Ja. En dat is interessant. Ik heb een grote organisatie, geloof ik, EY, zei tegen me op een gegeven moment, moet je het nou niet lefvrouw noemen? Ik zei, je begrijpt het niet. Een lefwijf is iemand die haar sporen heeft verdiend. Dat voelt, dat hoor je, dat resoneert zo op vrouwen. Ik heb sommige vrouwen die zeggen van, weet je waarom ik meedoe? Dat woord is van mij. Het is een project waarbij, weet je, ik doe de podcast en de interview en natuurlijk wel het boek. Je schrijft je hoofdstuk in een boek met andere vrouwen, omdat ik vind, een boek alleen schrijven is een challenge. Mm-hmm. Het is een egoïstische statement, die ik overigens heel vaak doe, want ik heb volgens mij 8 boeken alleen geschreven. maar als je het hebt over samen, dan is het, dan is voor mij dat Ubuntu komt naar voren. Ik ben omdat wij zijn. Dan gaat het om, wij nemen elkaar mee. Ja. De grote geheel. En dat concept heb ik heb het een paar keer gedaan internationaal.
Ik heb een paar keer gedaan in het Engels ook. En toen zag ik dat, en ik heb het ook vaak in de States gedaan, en ik heb ook een bestseller uitgebracht op Amazon met 6 andere vrouwen. Mm-hmm. Omdat de kracht van samen zo bijzonder is. En ja. Vrouwen zijn per definitie, kunnen ze samen groeien. Ja. Maar goed, het is geen sociaal project. Het is een project waarbij ik geld verdien. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft het wel die elementen van empowerment. Ik weet nu pas eigenlijk wat de kracht van de vrouw is, overigens. Na misschien wel 1000 interviews. Maar ik vind het wel heel inspirerend om te zien wat een woord doet, wat een keuze doet en wat een drempel doet om jezelf te interviewen, jezelf bloot te geven. En er zijn heel veel blootgevingen. Het is heel krachtig. Een vrouw die meedoet aan Lef 5 bijvoorbeeld, zij heeft al 10 gesprekken met zichzelf gehad, zichzelf binnenstebuiten gekeerd. Zij zichzelf durft zelf op het podium te zetten, kwetsbaar op te stellen. Nou, dan ben je voor mij al een succesfactor. Ja. Ja. Weet je, ik heb ook bijvoorbeeld de tweede verhaal in Lef 5-3 is een verhaal van Willeke. En zij heeft niks met geloof. Ze vloekt de hele dag. En op een dag ligt haar zoontje van 3 maanden, geloof ik, in het ziekenhuis. En hij gaat bijna dood. En opeens zegt ze, God, als u er bent, help mij. En dat verhaal, want ze heeft een fantastische baan bij de politie in Nederland. En dat verhaal vertelt ze zo diep en kwetsbaar. Dat vind ik kracht. Ja. Ja. Want je weet niet hoe anderen naar jou gaan kijken. Ja. Je stelt jezelf zo kwetsbaar op. En dan komt God door voor haar. En dan maakt ze ook de belofte. Als u mijn zoon redt, ga ik u volgen. Nou, dat is zo krachtig om dat soort dingen uit te spreken. Weet je, dat is... het is een van de best bekeken interviews van Lef 5. Omdat mensen oprecht benieuwd zijn naar hoe kan je jezelf zo kwetsbaar opstellen. Wauw. Ja, ik zit te twijfelen of ik het moet vertellen, want ik heb dit meegemaakt. Welke gedeelte? Nou, mijn moeder was 40 jaar toen ik geboren moest worden. Mm. En ze was erg bang. Ze was in een katholiek ziekenhuis. Mm. Maar ze was ook ongelovig. Ze niet opgegroeid met een... mijn ouders waren anarchisten. Mm. Noordoost-Groningen. En... Toen heeft zij dat verhaal veel later naar mij verteld. Ze zegt van dat zij dat ook heeft gedaan. Dus dat ze ook heeft gezegd van... God, ik heb nooit aandacht gegeven, maar als u mij dit kind nog geeft... Want zij was bang dat ik gehandicapt zou zijn. Ja. Als u mij dit kind nog geeft, dan draag ik hem aan u op. Ja. Dus dat ben ik geworden. Wauw. Over jou? Nou, ik denk het wordt... Ik vind het veel leuker. Vertel mij eens over Lucinda. Waar komt jouw power vandaan? Waar komt jouw lef vandaan eigenlijk? Ja, dat is maar de vraag of ik lef heb. ik zie het namelijk niet als lef. Ik zie namelijk... Ik heb geen grenzen als het gaat om... is het mijn comfortzone of daarbuiten? Ik doe Lucinda. Ja. En Lucinda is een vrij meisje. Hm. Lucinda is vooral meisje. En Lucinda... heeft... Ja, voor mij speelt geloof een hele belangrijke rol in mijn leven. En vertrouwen dus. Maar ik ben dus nergens bang voor. Ja. En dat... dat maakt... Dat geeft mij zoveel ruimte. Ja. Dat ik... Ik ken de comfortzone of daarbuiten niet. Want ik denk, als ik daarover na moet denken... No way, weet je wel. Dan ben ik bezig met verkeerde dingen. Maar waarom is dat dan? Als je... Ik heb een achtergrond waarbij ik al de dood regelmatig in het oog heb gekeken. Ik hoop dat het een goede uitdrukking is. Dat er maar weinig is... waar ik bang voor ben. Dus ik heb niet... En ik heb een hele grote resilience. En ik heb al heel veel meegemaakt. En ik schrik niet zo snel. Mm-hmm. Dus ik heb die kader heb ik niet. En het is... Kijk, wat ik wel geloof... Dat is het mooiste cadeau... wat ik ooit heb gekregen uit apartheid... is binnen de kaders leven. Want heel veel mensen... Dat is interessant. Die maken te veel kaders voor zichzelf. Veel te nauw. Maar die weten ook niet... hoe je extreem kan leven... of optimaal kan leven, niet extreem, optimaal kan leven binnen kaders, binnen vangrails. Want dat heb je nodig. Je normen, je waarden, dat bepaalt wel hoe je omgaat met anderen. Weet je wel? En dat vind ik belangrijk, dat je mensen respectvol behandelt en je ze iets geeft. Dat je, die energieslurpers, dat heb ik van de week 1 dag meegemaakt. Ik ging bijna onder mijn bureau liggen. Nee, het moet echt zijn dat het wat geeft, weet je wel. Jouw persoon geeft wat. En dat vind ik belangrijker dan... Zo'n comfortzone. Ik vind het zo'n betuttelende, beperkende gedachtegang. En heel veel van die andere dingen. Dus
boven de maaiveld of zo. Nou, gelukkig ben ik niet Nederlands, begreep ik dat niet. Ik denk, doe eens normaal. En mensen zeggen, je moet landen. Nou, doe maar niet. Ja. Doe maar vooral, ik land nooit. Of vliegen. Ik ben aan het vliegen, waarom moet ik landen? Wat is er? En naarmate je dit soort dingen bedenkt en verzint, je gaat het onderdeel maken van je leven. Ja. En dat is allemaal steeds kleiner, kleiner, kleiner. En op een gegeven moment denk je van, kan ik dit en mag ik dit? Nou, kom op man, ja. Leef. Ja, ja, ik heb in een van de voorgaande podcasts met Johan de Wit heb ik gezegd, ik ben niet bang om te sterven, want ik leef zoals ik wil leven. En wat ik daarmee bedoel is, veel mensen die hebben op hun sterfbed hebben ze spijt van de dingen die ze niet hebben gedaan. Ja. En eigenlijk, volgens mij zeg jij dat ook, dat wil ik niet hebben. Ik wil alles doen wat ik denk dat ik kan doen. Nou, ik wil van waarde zijn. Optimaal van waarde zijn. Want ik ben natuurlijk wel een dienaar. Hè? Ik wil optimaal van waarde zijn. Daar haal ik mijn energie uit. Om mezelf, reinventing myself en te geven en van waarde te zijn. Ja. En ik denk ook, die sterfbed is niet dan. Die sterfbed is iedere dag. Want als mijn moment komt, dan is het niet van, oh, ik heb dat nog niet gedaan. Nee, ik heb genoten, wat ik al tegen je zei. Vanochtend werd ik wakker. En hoe werd ik wakker? Van wauw, heer, het is weer zo'n dag. Ik mag van waarde zijn. Hoe? Weet ik nog niet. Maar ik mag deze dag genieten, want maybe it's my last. Maar ik ga hem wel behandelen als de enige. Ja. Ik weet niet of veel mensen jou dit hebben gevraagd, maar heeft jou wat je in het verleden mee hebt gemaakt daarvoor gezorgd, voor die mentaliteit? Ja. Ik denk het wel. Als je, toen ik 10 jaar oud was en wij gingen van ons huis naar mijn oom op de zondagmiddag, moest ik op de snelweg, was het zo dat er mensen in de berm leefden met 12 kinderen. Geen schoon water, geen sanitair. Gewoon echt een stuk in de berm. Niks. En mijn moeder zei altijd tegen mij, Lucinda, if you don't go and study, then that is where you will end up. En als kind heb ik daar jarenlang natuurlijk, want we hadden geen televisie. Jarenlang gingen wij naar mijn oom, die wel televisie had. En dat heeft wel, ik denk dat dat indruk heeft gemaakt op mij. Maar ik ben ook niet zo iemand van, dat heeft mij gedefinieerd, weet je. Dat zijn netvliesmomenten. Uh-huh. Van waar ik denk van, wauw. En achteraf denk ik, het heeft niks te maken met studie, heeft te maken met vorming en ontwikkeling. En dat soort dingen eerder dan studie. Want de studie is nooit zaligmakend. Uh-huh. Dus mijn moeder was daar wel, ze wilde heel graag dat ik ging studeren natuurlijk. Maar als dat de oplossing was voor de wereld, dan hadden we de oplossingen al, het studeren. Ja. Maar dat was het niet. Het was de kijk in het leven. En ik ben een dankbaar mens, omdat ik heel veel ellende heb gezien. Weet je, mijn kinderen zeggen vaak, ja mam, jij schrikt nergens van, omdat je al dode mensen op straat hebt zien liggen. En dan zeg ik, ja, misschien wel. Maar ze kunnen zich niet inbeelden hoe het is om te leven, waarvan je weet dat vandaag jouw laatste dag kan zijn. Ja, maar dat heeft je dus wel gevormd. Ja, ik denk het wel. En ook de potentie te zien in mensen. Weet je, ik heb wel eens gezien dat mijn ouders waren toen niet thuis. Ik was een jaar of zo 14. En dan kwam een vrouw langs, zwanger, alcoholist, thuisloos, geslagen. Ik zei tegen haar, kom naar binnen, ik ga jou badderen. Ik ga je schoonmaken en ik ga je eten geven en nieuwe kleding geven. En hij vond ze heel fijn. Ze was misschien wel 8 maanden zwanger. En ze kwam naar buiten en er liepen weer een paar mannen die gewoon op haar insloeg. En dat is ook de realiteit van, dat is ook mijn, als je dat soort, en dan moet je ook gewoon kunnen zeggen van, ik heb gedaan wat ik kon. Mm-hmm. En ik denk, het maakt je, het is niet ellende wat je maakt, maar het is ook, het maakt je een andere mens, weet je wel. En dit is ook, als je het hebt over wat voor ondernemer of hoe bedrijf je sales of maak je mensen zichtbaar. Ik wil dat mensen gezien worden voor dat wat ze bijzonder maakt en de wereld bijzonder kan maken. Ja, ja. Ik mooi. Een bruggetje, hè? Mooi mens ben je. Jij maakt de brug. Ik kan horen dat je podcaster bent. Ja, oh. Ja, hoe doe ik dit? Nou ja, allereerst dank je wel voor die uitleg. Als je zaken wil doen, ja. Hè, jij empowert mensen. Of ja. Je begeleidt, je coacht vrouwen heel veel, denk ik. Als je dan kijkt naar sales, ja. Dan zie je dat onze vrouwelijke collega's ondervertegenwoordigd zijn in dat vak. Ja. Ook sales wordt van de afgelopen decennia als mannenvak gezien. Ja. Nou,
dat verschuift heel langzaam, niet heel snel. Maar ik ben heel erg benieuwd wat volgens jou de rol of de kracht eigenlijk van vrouwen in een verkoopvak zou kunnen zijn. Nou, ik weet natuurlijk wel van jaren geleden, toen ik mijn eerste boek schrijf, Sales is Sexy, doe je heel veel onderzoek natuurlijk. En Jan-Willem Suip is een waanzinnige onderzoeker en auteur. Wat wij toen ontdekten, of misschien was het al common knowledge, maar voor mij was het zoiets van, waarom heb je hierdoor al niet meer vrouwen in dienst? Het was dat vrouwen meer tijd krijgen aan de telefoon, aangezien 91% van de beslissers toch al man zijn. Mm-hmm. Dus een man, hij wordt toch wel geraakt op het moment dat een vrouwstem hem spreekt. Mm-hmm. En hij geeft haar meer tijd. Vrouwen hebben ook de eigenschappen in persoonlijke gesprekken die meer appelleren. Misschien is het dat spel man-vrouw, maar dat is een hele krachtige spel. Dat speelt zich ook al, ik weet niet of je een jong creationist bent, maar dat speelt zich al 6000 jaar af. Dat de vrouw toch wel invloed heeft op de man, weet je wel? Ja, en misschien, ik heb het ergens gelezen. Ja, precies dat. Ja, precies dat. Maar dat, het doet iets. En dat is misschien wel heel banaal. En zeg je, nou Lucinda, wij zijn toch verder. Nee, wij zijn niet zo verder. En vrouwen hebben 19 eigenschappen en niet vragen wat ze zijn. Maar dat is wel haar kracht. Haar onwapenende soort van vrouw zijn. En de voordeel dat mannen altijd denken dat vrouwen het niet weten. Ze hebben een soort ridderssyndroom, weet je. En dat werkt zo in de voordeel van een vrouw. Jawel. Er komt een vrouw binnen. Oh, ze weet het echt niet. Oh, het is echt heel gewoon. Oh. En dan ja, moet je allemaal, ik wilde niet zeggen toen jij binnen zei, oh, wat het. Oh. Nou, mij meisje, ik zal er even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Nee, maar nee, dat is de extreme. Maar dat mannen het toch wel fijn vinden om dat gesprek aan te gaan met vrouwen. En dat onderschatten wij in denken van, het moet harde sales zijn. Harde sales. We moeten verkopen. Ja, omzet, nee, we moeten omzet, verbinden. Ja. En je moet juist een relatie laten ontstaan. Maar we hebben de tijd vaak niet, want het gaat om in en out, weet je wel. En als je een in en out product hebt, dan is het misschien wel beter om te verkopen online inderdaad. Maar als je een product hebt, ik moest het vanochtend net uitleggen aan mijn dochter. Ik zei, Chimène, weet je wat het is? Dat wat jij wil verkopen, want ze heeft haar eigen bedrijf. Pas op dat dit niet zo'n eenmalig iets is. Zorg ervoor dat het iets is waar je heel lang geld uit kan putten. Een traject of een project, maar niet een soort van in en out, weet je. Ik wil gewoon 2 jaar lang zaken doen met een bedrijf of met een traject. En niet weer opnieuw moeten gaan acquireren, want dat kost zoveel moeite en energie. Ja. Weet je, ik had toen ik begon met ondernemen, want ik kwam uit eerst uit account management en toen uit, toen was ik commercieel directeur van een transport- en logistieke bedrijf. En toen ik daaruit kwam, realiseerde ik mij, mijn eerste bedrijf heette Clients for Clients. En dat was dat ik nam ontslag in 2009. Het is fantastisch. Ik dacht, hé, maar zekerheid bestaat niet. Zo'n ellende hier. Ik neem ontslag, want ik ga het anders doen. Maar ik zei tegen mijn klanten, ik zei, weet je wat het is? 60% van je omzet zit niet bij new business. Het zit bij je bestaande klanten. Je benut het totaal niet. Investeer in je bestaande klant en je zal automatisch zien dat de business verbetert. Dus weer investeren in de relatie, in de know-like trust. Ja. In plaats van dat je weer nieuwe ad hoc klanten aan gaan boren. Maar zeg je dan dat vrouwen daar beter in zijn? Dat zeg ik niet, dat vrouwen er beter in zijn. Want vrouwen, closer is een ding voor een vrouw. Mm-hmm. Maar als je vrouwen treft die de stijl hebben en Alakim, die dat zo in de vingers heeft, die leeft dat, hè, die leeft dat. Mm-hmm. En ik ken die vrouwen zeker, die zijn zulke, ja, de chicheid, de ze hebben dat, oh, dus, ik kan het bijna gewoon zien aan ze. Je wil zaken met ze doen, omdat ze zo invoelend, meelevend en tegelijkertijd ook zeggen van, nou, het gaat toch, laten we even zaken doen met elkaar, ja, weet je wel. Ja. Nou, als je dat hebt, dan zeg ik niet dat ze beter zijn, maar ik zei dat zij in hun eigen recht even goed zijn. Ja. Maar die gaan mij niet ontlokken om te zeggen beter, want ik denk dat zijn zulke waanzinnige mannen die dit op zo'n chique manier doen. Als ik op de IT-beurs rondliep voorheen, ja, dan denk ik, ik wil met jullie allemaal trouwen. Oh nee, sorry, ik mag niet zeggen. Maar ze zijn fantastisch, weet je, zo goed in wat ze doen in de verbinding. Ja. Maar ik denk dat vrouwen even goed zijn. En dat is belangrijker dan beter zijn. Ja, dus wat je zegt, iedereen mag er zijn. Yes. En, maar vrouwen moeten ook van zichzelf weten dat ze die power hebben.
Ja, in bepaalde punten mag je ook accepteren dat je daarin mag groeien. En het is ook soms ontwapenender als je een beetje naïef overkomt, weet je. Dat is een hele negatieve woord, lijkt wel. Maar soms mag je gewoon de vragen stellen. Want als je, weet je, ik moest denken in de auto naartoe. Ah ja, dat zijn 8 afsluittechnieken. Pas ik ze nou regelmatig toe? Iemand zei van de week tegen mij, je past geen 1 toe. Ik dacht, oh wat geweldig, vreselijk. Weet je, dus soms moet je je afvragen, is de techniek nou zo belangrijk? Of moet je dat als bagage hebben en altijd toe kunnen passen op het moment dat het noodzakelijk is? Ik vind dat eerder in incorporeren met jouw persoonlijkheid. Ja, ja, ja. Maar niet de trucendoos. Nee, en de beste truc om bijvoorbeeld te closen is overtuigd zijn dat dit de beste oplossing is voor de klant. En als hij het niet doet, dat dan in zijn nadeel is. Dus het begint bij de overtuiging. En misschien wel het vertrouwen. Maar hebben vrouwen dat? Dat hebben vrouwen toch niet? Dus dat vertrouwen van ik kan dit of ik ben de beste. Ja, maar op het moment... vrouwen zijn heel onzeker. Nou, ik vind dat ook een beetje een cliché. Veel vrouwen zijn onzeker, maar niet alle vrouwen. En wat is onzeker? Onzeker is weer zoiets, als je gaat vergelijken, dan ben ik ook een beetje onzeker. Nou, dat is helemaal niet waar, maar als ik zo vergelijken met bepaalde vrouwen, dan zou ik ook kunnen denken van zo, ik schiet tekort. Maar op het moment dat je weet waar je voor staat en dat je achter kan staan, dan denk ik ook dat zelfvertrouwen of dat onzekerheid, nee joh, en heel veel dingen word je aangepraat, hè? Jij bent onzeker, jij hebt de impostersyndroom. Wat? Ik heb wel eens gehad dat ik ergens moest spreken. En ik zat in de garage beneden en ik dacht, oh, gaat het wel lukken? En dan ben ik 2 etages boven met de lift en denk ik, nou, natuurlijk gaat het lukken. Ja. Het is oké. Ja. Weet je, wij maken zo een ding van wat we niet hebben. We vergeten wat we wel hebben. Ja. En wat je wel hebt, is je hebt een goed idee, een goed product, een mooi bedrijf die achter je staat. Ja. En je mag erop vertrouwen dat je een hele mooie service kan bieden. Ja. Dat is oké. Ja. Dan ga ik nu een vraag stellen die ik waarschijnlijk niet moet stellen. Oh ja, dan mag je alles stellen. Je hebt maar ja, ik kan hem jou stellen omdat jij een boek hebt geschreven die heet Sales is Sexy. Ja. En dan wil ik toch even over die sexyheid praten. Oh, want ik heb ooit eens iemand gesproken die zei, nou, Jozef, elke vrouw heeft minimaal 2 uitstekende USP's. Ja, ken hem. Ja, tuurlijk. Ik schrok daarvan. Echt? Maar ja, misschien zeg jij wel, ja, gebruik je seksualiteit wel. Nee. Dat, helpt dat? Dat de titel sales... Maar seks sales, hè? Dat is, ja, seks sales. De reclame wereld geldt dat? Nou, het geldt eigenlijk overal. Het gaat juist erom... Ja, ik kan natuurlijk wel heel veel uitleggen, maar... Ik heb nu een podcast en dat is... een van de dames in Lef 5-3 komt mij toe en zegt... Ik ga een verhaal schrijven over dat ik vreemd ging. En... mijn man kwam erachter, want hij zag het met telefoon. En zij heeft een hele hoge positie in een grote corporatie. En dan is het heel boeiend, hè? De podcast is het best beluisterde podcast. Mm-hmm. Omdat seks zelfs. Ja. Omdat mensen de gewone verhalen die eigenlijk het meest verschil zou maken in hun levens, die slaan ze over. Mm-hmm. Omdat het moet sensationeel zijn, dan maakt het impact. Maar sales is sexy. Voor mij was dat een naam die ik claimde, omdat ik een netwerk had wat zo heette. Want vrouwen moesten voor mij, in mijn optiek, leren dat het oké was om sales te bedrijven. En dat woord sexy is natuurlijk wel echt zo'n marketingterm. Je mag wel accepteren dat sales sowieso niet vies is. Maar het is iets wat juist kleur heeft, wat vibrant is, wat beweegt. En het wordt helaas... sexy wordt helaas nog seksueel gezien. Mm-hmm. Maar sales is niet seksueel, maar sales is wel de... Als jij niet verkoopt, beste Jozef, is daar geen boterhammetje op de plank. Hey. Dus je zal wel sales zo sexy mogelijk moeten maken voor de ander om het aantrekkelijk te vinden. Ja. Om jou te kopen. Ja. En dus jouw dienst. Wat zijn dan die andere 19 eigenschappen van vrouwen? Het gaat er niet om of je de 17 eigenschappen mist. Het gaat erom dat je de 2 inzet die jou het beste dient, zeg maar. Nou, en niet alleen voor vrouwen. Want nee. Elke verkoper... Kijk, ik onderwijs sales. Yes. Ik leer mensen bepaalde vaardigheden. Yes. Maar vooral een bepaalde denkwijze. Ja. En de foute denkwijze is vaak dat verkopers denken dat ze een bepaald standaard proces moeten volgen en moeten voldoen aan de standaard beeldvorming rondom wie zij zijn als verkoper. Ja. Terwijl
de meest effectieve manier, en dat zei je zelf in de introductie ook, is hoe kun je de beste kant van jezelf laten zien? Wie ben jij zelf? Waar ben jij? Waar word jij gelukkig van? En waar kun jij mensen beter mee dienen om in jouw woorden te blijven? Precies. Dus niet op zoek naar wat ik ben ik niet, maar wat ben ik wel? Ja. En wat kan ik toevoegen? Dat is een standaard onderdeel van mijn trainingen. Ja. Wie ben jij en waarom kun jij deze klant goed helpen? Ja. Dat vinden mensen een hele moeilijke oefening. En ook een van de meest revolutionaire oefeningen. Want als ze dat eenmaal gedaan hebben, dan wordt ineens de wereld een stuk mooier voor ze. En minder moeilijk. Want anders ben je altijd aan het ploeteren. Ja. En dat ploeteren, kijk, dat ken ik ook wel. In het begin denk je, want mijn sales manager toen hij met me meeging jaren geleden. Oh, het was ik was meer geconcentreerd op hem. Ja. Dat ik het allemaal goed zou doen, dan dat ik de klant zou dienen. Ja. Want hij was mijn focus point, weet je wel. Ja. Dus daar schoot ik enorm tekort in. En dat heeft me heel veel geleerd. Maar eigenlijk was het, wat mij het meeste leerde, was dat wij zo kon stoeien met elkaar, dat ik tot huilend aan toe in zijn kantoor stond. En ik dacht, ik kom nooit meer terug. En wij, voordat de deur opendeed, zei ik, Ed, met tranen in mijn ogen, koffie met suiker? Dat ik altijd dat daar liet. En dat ik mezelf zo kon vermanen om gewoon verder te gaan. Dat was pijnlijk. Ja, maar pijn is ook een enorme driver. Hmm. En daar is niks meer. Als je gaat leren, is het altijd pijnlijk. Hmm. Lessen zijn pijnlijk, want je moet jezelf afleggen, weet je. Ja. Die dingen die jij aan vasthoudt. De manier van zo werkt het altijd of zo doe ik het. En als je dat aflegt, doe de pijn, maar het heeft zoveel winst. Moet je overgeven. Yes. Dankjewel. Ik dank jou. De laatste vraag misschien. Wat is voor jou de toekomst van vrouwen in het salesvak? Als je nu 20 jaar vooruit gaat kijken. Wat zijn de highlights die jij graag wil zien? Nou, het gaat niet meer om de skills en de vaardigheden. Het gaat nu om de manier waarop je denkt en jouw aanpassingsvermogen in andere situaties. Want zoals het was, komt het nooit meer terug. Dus je zal jezelf voortdurend moeten kijken naar de omstandigheid en jouw flexibiliteit in denken. En kijken wat heeft de wereld nu nodig en wat ik kan bieden. Ja. En het is pijnlijk, want je zou dingen moeten afleggen en dingen moeten aanleren. Ja. Dus voor mij is het daar de innovatie in voor de komende jaren. Mooi. Laatste vraag. Wat is jouw boodschap voor onze luisteraars van Salesbazen? Ja. Oh, Salesbazen. Take it away, Lisa. Oh, daar word ik heel nerveus van. Kijk niet zozeer naar het product, maar hoe de mens de waarde toe kan voegen. En ga daarin investeren, weet je. Meer in de mindset dan in de one-off actie. Dat vind ik veel belangrijker, dat organisaties dat inrichten voor hun medewerkers. En dan voeg je waarde toe. Ik heb genoten van dit interview. Maar ik wil ook graag weten wat jij ervan vindt. En dat kun je me laten weten door een e-mail te sturen naar jozef.stevens@salesbazen.com. En wil je in contact komen met de andere luisteraars van deze podcast? Meld je dan aan bij onze speciale WhatsApp-groep door een bericht te sturen naar 06-876-08-311. Trouwens, dat nummer kun je ook vinden op onze website salesbazen.com. In het dagelijks leven geef ik sales training en geef ik advies aan salesorganisaties. Ik ben niet op zoek naar klanten, maar ik ben altijd op zoek naar sales teams met problemen. En alle vrije tijd besteed ik aan het laten groeien van de Salesbazen community. Jij kunt me daarbij helpen door deze aflevering door te sturen naar je collega's of te posten op je social media. Laat snel wat van je horen, want wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Maak er een mooie dag van en we spreken elkaar bij de volgende podcast van Salesbazen.